ik wil later heel graag professioneel gamer worden. Ik game eigenlijk gewoon elke dag van de week. Soms wel tot 2 uur 's nachts. Ik speel eigenlijk elk spel dat er is zowel. En dat was het eigenlijk wel. Als Tirza luistert naar een gast die over gamen aan het vertellen is en hoe tof dat is, dan is er wel echt iets aan de hand. Maar ik vond Leon gewoon super vaag. Leon, hoe zijn de eerste weken op school jou bevallen? Ja, eigenlijk wel superleuk. Ik ken de meeste van de klas wel. Sommigen beter dan anderen. Ik heb het eigenlijk super erg naar mijn zin. Ja. Oké, nou, fijn te horen. Ja. Zijn er nog vragen aan Leon? Ja. Hedy? Hoezo was je ook alweer naar deze school gekomen en wat was de naam van je vorige school ook weer? Ik kom van het Marksveld College in Apeldoorn. Welke buurt precies? Stop nou. Haley is mijn bestie. Maar waarom moet ik nou net een bestie hebben die denkt dat jongens niet te vertrouwen zijn? En zeker niet de jongen die ik leuk vind. Gewoon in Apeldoorn, niet iets speciaals of zo. Het is, meer... het is geen kruisverhoor, hè, Haley. We gaan door met de les, jongelui. Dankjewel, Leon. Ga maar zitten. Ik wil graag dat jullie de tekst van pagina 30 gaan doorlezen. Waarom doe je zo tegen hem? Dus aan het werk. Hoe doe ik precies? Ik mag toch weer zo'n vraag stellen? Ja, kijk dan. Er is helemaal geen Marksveld in Apeldoorn. Waarschijnlijk heb je het gewoon verkeerd gespeld. Je kan het gewoon niet hebben dat hij me leuk vindt. Hoezo zou ik dat niet kunnen hebben? Misschien ben je bang dat ik geen tijd meer voor je heb. Maar zou ik echt wel voor zorgen hoor, als ik verkering met hem krijg. Verkering? Heeft hij je dat gevraagd dan? Nog niet. Maar misschien doe ik dat wel. Je moet gewoon wat meer vertrouwen hebben in andere mensen. Er zit echt niet overal een gek verhaal achter. Ik? Jij bent degene die altijd achter alles iets zoekt, hè? Niet ik. Nou, in dit geval niet. Wie zoekt nou iemands oude school op? Het is echt een beetje ver, hoor. Sinds Noori is vreemd gaan, ben je echt panisch over, jongens. Ik wil gewoon dat je Leon met rust laat. Ja, prima. Zeker. Ja? Wacht even. Ja. Tirza kan het 1000 keer zeggen dat ik issues heb vanwege Noori's vreemdgaan. Maar ik weet gewoon wanneer een jongen liegt. Nee, natuurlijk ben ik voorzichtig. Dat zeg ik toch tegen je. Nee, natuurlijk krijg ik geen nieuw vriendinnetje. Dat had ik ook beloofd. Oké. Nou, ik ga er weer vandoor. Dus ik zie jou na school wel, denk ik. Nee. Wat doe jij hier? Nou, ik ga hier naar school eigenlijk, ja. Oh, meen je, joh? Oh. Hey, ja, niet grappig. Heb jij Tirza gezien? Ja, ik heb haar wel gezien. Oh, fijn. Waar heb je haar gezien? Nou, eerst zag ik haar op het schoolplein. Toen daarna zag ik haar volgens mij ook even in de gang. En in de klas ook. En dan, daarna weet ik het eigenlijk niet meer. Oké. Nou, weet je, dan ga ik lekker. Maar met wie was jij nou aan de telefoon? Ja, dat gaat jou dus echt helemaal niks aan. Hé, hey, weet je, bedankt voor niks. Ja, ik had zelf ook wel door dat Tirza geen zin in me had. Maar ze moest gewoon weten dat ik Leon betrapt had. Terwijl hij dus aan het bellen was met zijn stiekeme vriendin. Ik weet niet hoor. Maar je gaat toch niet staan gluren hoe je beste vriendin aan het zoenen is? Je moet gaan. Ik heb je wel. Nee.